Al 50 jaar verzorgt Laila Koopal haarwerken in een winkel aan de Noorderhaven. Terwijl het vak in al die jaren enorm is veranderd, praat Laila er nog steeds vol passie over. De blijdschap van klanten als ze de winkel weer verlaten is een grote drijfveer. Haar geeft macht, haar geeft kracht, haar geeft zelfvertrouwen. Haar doet zoveel met de mens. En als ik dan iemand haar geef en die wordt er blij van en dan beginnen de oogjes te flonkeren en dan word ik ook helemaal blij. Want je geeft iemand zelfvertrouwen doordat je iemand weer haar teruggeeft. Hermien Heeres kreeg op jonge leeftijd te maken met haaruitval en is al jarenlang klant bij Laila. Ik heb alopecia areata, dat is een haarziekte waarbij je haar uitvalt. En het begint vaak met kleine ronde plekken en dat kan zo ver gaan dat al je haar verliest. Een natuurlijk, normaal ogend kapsel vindt ze erg belangrijk. Je wilt toch eigenlijk gewoon normaal zijn. Niemand wil anders zijn dan iemand anders. En je wil niet dat mensen zien dat jij anders bent. En het is wel heel vervelend dat je geen haar hebt. En daarom is het ook fijn dat je gewoon dat het niet per se opvalt. Het gewoon dat het er mooi uitziet. Ook voor mensen met eigen haar kan een haarwerk uitkomst bieden. Rosa Lotz komt al jaren bij Koopal en ziet dat in haar omgeving steeds vaker. Tegenwoordig, ik zie het ook steeds meer komen dat mensen gewoon verschillende pruiken thuis hebben, of haarwerk thuis hebben. En het gewoon leuk vinden om elke keer iets te veranderen. Haar is volgens Laila niet alleen mooi, maar het dient ook echt ergens voor. Haar is heel belangrijk. Haar heeft natuurlijk ook een functie. Het is niet alleen maar medisch of modisch, maar het heeft ook een functie. Kijk maar naar babytjes, die krijgen ook op hun bolletje al een mutsje. Want haar moet natuurlijk, heeft een beschermende functie. Koopal is nog lang niet van plan ermee te stoppen. Zolang het nog kan, blijft ze lekker met haar handen in het haar zitten.